Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en vandaag heb ik een action shoplog voor jullie, oftewel de Action. Zoals waarschijnlijk wel bij iedereen heeft de Action op mij dezelfde uitwerking als de IKEA of bijvoorbeeld de Primark. Bij alles denk je, oh, dat is heel goedkoop, ik heb het eigenlijk niet nodig, maar het zou wel fijn wezen of hè, lijkt me leuk of kan ik misschien gebruiken in de nabije toekomst. En dan neem ik het mee en dan reken je af en denk je, oké, ja. Alle kleine beetjes tikken toch wel aan. Ik ging namelijk voor wel geld 3 dingen. Ik ga het even voorlezen, zodat jullie dat weten. Ik ging voor pendaalemmerzakjes, plastic bakjes en een cadeautje voor mijn nichtje. Mijn nichtje wordt namelijk volgende week 2 jaar. Dus ik dacht, iets van knutselspulletjes en iets. Bij de Action zit je meestal wel goed. En mocht het een man zijn, kan ik ook mijn bol komen bestellen. Ik zal laten zien met hoeveel ik weg ben gegaan. Dit is gewoon een koppel. Dus ja, ik ga er wel een beetje wat sneller doorheen. Ik heb ook wel gelukkig alles wat er op mijn lijst stond. En veel meer. Maar ik was bijna dus het cadeautje van mijn nichtje vergeten. Super erg. Maar ik stond echt al in de rij. Dacht ik, oh, daarvoor kwam ik eigenlijk. Maar ik heb voor mijn gevoel alleen maar nuttige dingen gekocht. Maar we gaan het zien. Ik ga er even doorheen. Heb ik het bonnetje? Volgens mij niet. Maar ik zal even de prijsjes hier zo neerzetten. Eerst natuurlijk viewer discretionary advice. Er zitten wel dingen in die niet bestemd zijn voor kleine kinderen. Eigenlijk alles onder de 10. Nee, op deze video. Schaaltjes, 6 stuks. Die waren 95 cent. Volgens mij? Ja, heb ik ze ook. In de jongenskleuren. Wat zijn jongenskleuren? Wij hebben, ik geloof dat het wel van IKEA zijn, de plastic bekers en borden. Maar ik heb dus geen schaaltjes. En het was vandaag nationaal schoolontbijt. En dan moesten bakjes meenemen en die had ik niet. Dus dacht ik, hier loop ik heel vaak tegenaan. Met Koningsdag, met Pasen, met Pinksteren, met Kerst. Kinderen moeten bestek mee naar school nemen. Dan hebben we een aantal knutselspullen voor bij ons thuis. Dan hebben we een Sinterklaas mozaïek met pompons knutselwerkje. Deze was 95 cent. Ik denk dat het wel heel erg leuk zit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 5. 5 patroontjes bij en denk ik, nou, voor ieder kind in ieder geval 1 of... Wanneer we dit gaan uitvoeren, hebben ze in ieder geval iets. Ik denk, ik ga die 5 niet in. We hebben ook Sinterklaasversiering, namelijk van die honeycomb. Deze waren 89 cent. Er zit een gietje aan. Dus een zwarte gietje en een roodzeegietje. En een Sinterklaasje. Dan hebben we Sinterklaaszakken, 2 stuks. Ik heb de Sinterklaaspatroon. En de stoombootpatroon. Deze hadden we vorig jaar ook. En de kinderen hebben er ook heel erg veel Kerstman en Sinterklaas mee gespeeld. Met verkleding en zo. Dus die zijn niet helemaal heel uit de strijd gekomen. Dus 2 nieuwe. Die waren 1,99 per stuk. Dan een Sinterklaas vlaggenlijn. Deze was 49 cent. Ik vind het leuk om met kerst en oud en nieuw en Pinkster, Pasen, Sinterklaas, Halloween. Om het huis een beetje te versieren. Jullie hebben het met Halloween ook al gezien. Ik heb een Sinterklaas slinger. Maar dit is echt welkom Sinterpiet. Deze vond ik ook wel heel erg leuk om hem in het sneeuw te hangen. Dat is 15 meter, ja, 15 keer circa 6 meter zat erop. Dus lijkt me voldoende om een kleine ruimte te versieren. Dan hebben we ook snoepbakjes voor Sint en Piet. Deze waren 53 cent. Ik geloof dat het er 5 zijn. We hebben 4 kinderen. Dus dat komt helemaal prima. Ik weet nog niet zo goed waar pakjesavond bij ons is. Maar ik vind het ook wel leuk om deze dan bijvoorbeeld op tafel te zetten met een wat kruidnootjes, tataai, dat soort dingetjes. Dus die komen altijd wel van pas. Zeker omdat ze goedkoop zijn. Dan hebben we nog een Sinterklaas activiteitenblok. Ik vind deze dingen ook gewoon super leuk om gewoon na schooltijd aan die kinderen te geven. Het is een kwestie van kleuren en dan komt het plaatje tevoorschijn. Kind kan er wel eens doen. Vinden mijn kinderen ook altijd wel heel erg leuk om te knutselen. Dus met 25 tovervellen trekken een velletje uit en gaan lekker kleuren. Is eigenlijk bijna altijd een hit. Brengt de Sinterklaas stemming een beetje erin. Is bijvoorbeeld ook leuk om ze te laten doen net voordat... Door het huilen van de pakjes aflevert. Want zijn ze vaak een beetje nerveus en gestrest. Kunnen ze lekker krassen. Helemaal ideaal. Deze was 89 cent. En nog meer Sinterklaas knutselwerkjes. Dit zijn knutselwerkjes met vingerpopjes, kleurpotloden, foamkleurtjes. Deze was 76 cent. Dus, nou, er zitten allemaal glitterdingetjes in en kloppen. Ik moet ook zeggen, vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld van deze... daar hebben ze een aantal van die stickertjes bewaard. En daar maken ze dan andere knutselwerkjes van. Dat geldt eigenlijk ook voor die... ik had het in het begin niet zien, deze. Daar bewaren ze dan bijvoorbeeld van die pomponnetjes van. En daar gaan ze lekker mee aan het knutselen. Tekeningen en zo. Dus hartstikke leuk.
Als die Sinterklaas gebruiken, gebruik ik wel voor een andere tijd. Denk ik voor alle Sinterklaas spullen, dus laten we dan doorgaan met de dingen die ik dacht nodig te hebben. Waaronder deze sokken. Deze waren 3,49. Deze zijn voor Pascal. Hij zei vanochtend, waar zijn allemaal sokken gebleven? En toen dacht ik, ja, gedeeltelijk is het omdat als er een gat in een sok zit of wat dan ook, ik gooi hem gelijk weg. En ik herstel dat niet gelijk, ik vul dat niet gelijk aan. En er liggen boven denk ik ook nog een mandje met allemaal sokken die nog gestopt moeten worden. Omdat ik, als ik er eentje uit de wasmand trek, denk ik, oh, die leg ik even apart. En aan het einde van de wasmand heb ik hem gezien met de man die sokken bij elkaar zoeken. Het extra sokken kan dus geen kwaad. €3,49. Dan voor al het knutselen de duo lijmpennen. Deze. Je hebt de knutsellijm bij de kinderafdeling en je hebt de gewone lijm bij de kantoordingen. Je hebt ook de gloepen duo's. Deze zijn echt ideaal, want je hebt aan de ene kant een kleine en aan de andere kant een iets grotere. En je moet echt wel heel erg je best doen om hier een rommeltje mee kunnen maken. Deze waren 1,98 en zijn 99 cent per stuk. Daarvan heb ik er ook twee. En ze zijn 99 cent per stuk, zoals 1,98. Dus ik geloof dat het uitkomt op 45 cent per dingetje. Super goedkoop en met vier. We hebben ook vier kinderen, dus er wordt genoeg gelijmd en genoeg bij ons. Die komen echt wel op. Dan heb ik nog schoonmaakdoekjes voor onze beeldschermen. Ik ben echt heel slecht in het schoonhouden van ons beeldscherm. Zo hebben alle kinderen een iPad. Hoe bedoel je, super luxe. Maar wij hebben ook twee desktops hier staan waaraan we onze laptop kunnen sluiten. Want dan heb ik al bij een laptop. En we hebben natuurlijk sowieso twee telefoons van onszelf. En een telefoon die we onder de kinderen kunnen verdelen mochten we ergens zijn. Waarin ze moeten ons kunnen bellen. Ik ben heel slecht in die schermpjes schoonhouden. Het is soms met mat glas. Dus ik heb even deze gekocht. Deze was 98 cent, 99 cent. 69 cent. En dan weet ik zeker dat ze gewoon goed schoon zijn. Iets wat ik makkelijk kan pakken. Of... Kunnen we het proberen, toch? Dan nog een andere benodiging. Want ik niet zo goed wist wat ik nog voorraad had. Mijn vershoutzakjes. Ik doe hier bijvoorbeeld de helft van komkommer in als ik die overhaal. Of de paprika of tomaatjes. Of... Nou, eigenlijk doe ik ze vooral gebruiken om iets in de koelkast te bewaren. Als ik geen bakjes meer heb. Allemaal bakjes, dan ga ik niet goed kunnen zien wat ik heb. Dus ik gebruik eigenlijk altijd deze. Ik doe ze ook wel eens uitwassen. Soms gebruik ik ze wel. Dus bijvoorbeeld om bestek mee te nemen naar mijn werk of wat dan ook. Maar... Of in dingen in te vriezen doe ik ze ook heel veel gebruiken. En ik herbruik ze niet altijd. Dus deze was 65 cent. Een heel random iets. Popluiers. Er zitten er twee in de verpakking. Brooke is helemaal weg van deze luiers. Als in... Ze doen ze om iedere pop, ze herbruiken ze, want de poppen mogen niet echt water of eten hebben, dus ze worden niet echt vies. Maar ze vinden het geweldig om popmoeder te spelen, maar op een gegeven moment plakken deze niet meer zo goed. Dus ik heb er alvast wat extra op voordat kocht het zij voor een cadeautje met de decembermaanden, een van die feesten. Het zij omdat ze goed met Semla zijn best doet, het zij... Ik heb hem in ieder geval op voorraad. Kost 99 cent. Dan een van de dingen waar ik echt voor kwam. Pendaal emmerzakjes. Dit zijn de 5 liter, de extra small. Die doe ik in de emmertjes die bij haast wc staan, zowel boven als beneden. En heel soms gebruik ik er ook bijvoorbeeld natte kleren en dat soort dingen in te doen die bijvoorbeeld ergens vies zijn geworden. En dat denk ik moet ze nog meenemen in mijn auto. Die met trekband. Zonder trekband vind ik het niet te doen. Deze zakjes kosten 59 cent. Dan de cadeautjes die ik heb gekocht voor mijn nichtje. Badspeeltjes. Er zit een gietertje bij, een bloemetje, ik denk dat het een bij of een nieuwjaarsbeestje of iets moet voorstellen. Maar ik dacht het was altijd leuk, ook niet alleen voor in bad of onder de douche, maar om sowieso mee te spelen. En ik vind 2 is ook gewoon een hele moeilijke leeftijd om dingen voor te kopen, want je wil heel veel, maar je kan nog niet zoveel. De badspeeltjes waren 1,99 per verpakking. Ze hebben ook trouwens met chocola en ijs en dat soort dingetjes, mocht je niet geïnteresseerd zijn. Ik heb ook voor haar een kleurboek met stickertjes. Het waren nogal wat grotere kleurdingetjes. En het stond ook op haar verlanglijstje. Dus met stickers. Ik dacht, het is altijd goed. Die was 1,99. Natuurlijk met bijbehorende kleurpotloden. En daar staat hier wel bij. Ik zit alweer een haar aan. Ik verlies haren. Dat het vanaf 3 maanden, vanaf 3 jaar is. Not suitable for small children. Maar ja, ze heeft een grotere zus in huis. Dus dat is altijd goed. Ik heb ook wel voor de dikkere kleurpotloden gekozen. En die moet mama maar in beslag nemen. En deze was 89 cent. Nog zo'n random iets, luchtverfrisser. Die in de badkamer boven, die is op, dus ik dacht ik haal een nieuwe. Ik dacht er pas aan het moment dat ik weer terug, dat ik... En ik dacht natuurlijk pas aan het moment dat ik daar liep. Het zijn van die dingetjes dat je denkt van, oh ja, kan ik hem wel gebruiken. Niet zo op je lijstje staan of wat dan ook. Maar goed, 99 cent erbij. Dan de volgende is de Dove Caring Bath Fine Silk Bad. Zeep.
Die kinderen gaan hier met enige regelmaat in bad. Niet meer zoveel als vroeger. Vroeger ging Logan ook bijna iedere dag in bad. Maar nu met hockey en zwemles en komt er niet zo van. Maar ze hebben nu alleen nog maar van die hele zoete troep die echt gericht is op kinderen. En deze zag ik staan, dacht ik, neem ik mee. €2,45. Neem je gewoon mee. Toch? 750 milliliter. Ik denk dat we daar wel even meer vooruit kunnen. Dan heb ik voor Brooke nog een pyjama met een kot. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, maar het gaat meer omdat het een shirt met een broek was. Want zij heeft nog wel lange pyjamas, maar die worden wel aan de korte kant. Dus ik dacht even een nieuw setje. En zij is niet iemand die heel erg van de onesies houdt. In tegenstelling tot de broer. Dus deze heb ik voor haar gehaald. En die was €5,49. Dus kan ze kijken of ze dit beter vindt, dat ze het daar minder warm in heeft als in een onesie. Ik heb wel een maatje groter ook gelijk genomen. Wel een beetje groot voor Brooke. Daar kan ze wat langer mee doen. Mocht ze het niet heel fijn vinden. Dan kan ze altijd nog gewoon als chill pakje gebruiken. Maar ja, dat is beter een maatje groter als dat het net te klein of aan de krappe kant is. Want het zit volgens mij net een beetje tussen 116 en 122 in nu. Qua pyjama's. Dus we gaan voor groot. 5,49. En de batterij van mijn camera uit. Ik heb hem even omgewisseld. Dus als je denkt, hey, het is net even anders. Heel opletend geweest van jou. Ook Logan kreeg een nieuwe pyjama. Dit is een onesie. Logan is echt helemaal weg van onesie. Als hij kon, zou hij er zelfs met 36 graden in liggen. Kind is helemaal weg van, want dan vindt ze lekker zacht. Het is wel zo dat hij heeft een onesie, die is 128. En ik vind die aan de kleine kant. Hij heeft qua broeken en shirtjes en zo zit hij nu wel echt in. Nou, hij kan nog wegkomen met 122, 128 deelmaat. Maar beter 128 is dan net even iets groter. Dat je even een mouw om moet slaan of zo. Maar voor een pyjama doen we maar gewoon 134. Echt wel een mega grote maat gelijk. Maar anders is het 122, 128 de maat. En ja, wat ik zeg, hij zit natuurlijk rond de 128 nu. Dus weet ik, te groot ook voor zijn pyjama. Kan hij lekker in bewegen. En deze pyjama was 6,95. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hij komt nu echt wel in de mate dat hij niet meer dieren is of zo. Weet je, hij is een aap en een dinosaurus. Maar dat is allemaal 122, 128. En daarna krijg je, nou ja, dit soort dingetjes. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. De bodem komt in zicht. Het volgende, daar liep ik langs. En toen dacht ik, dat is wel heel handig. Ik wou het eigenlijk online bestellen bij de Decathlon. Maar als het bij de Action hebben, is dat waarschijnlijk veel goedkoper. Thermokleding. En dan denk je, waarom heb je thermokleding nodig? Nou, ten eerste, we gaan misschien op wintersport. Ik hoop het zo dat we dat kunnen doen. Niet alle kinderen zijn nog fan van het idee dat we naar de winter op vakantie gaan. Maar goed. Logan zit nu ook op hockey en die gaat meedoen met de wintertraining. En het is gewoon buiten op het veld voor de F'jes. Die gaan niet een aparte zaal afhuren daarvoor. Dus ik dacht, wat handiger dan thermoshirtjes eronder gaan doen. Schijnen ze allemaal te doen. Ik heb ook broeken. Dus ik heb een witte en een zwarte broek. En een wit en een zwart shirt. Ze spelen altijd in rood en witte kleding. En zijn trainingsje nu is zwart. Dus ik dacht, we kunnen het gebruiken. Sowieso gaat hij zelfs alleen maar trainen en niet wedstrijden doen. Maar goed. Je kan ze maar hebben, want zeker straks als het seizoen weer begint, is misschien ook nog wel fris op het veld om met je wedstrijden. Dus dan heeft hij ook wit. En even kijken. De thermobroeken waren €2,98 per stuk. Dus dat is dan in totaal. Ja, staat er niet bij. Dat zijn ze al apart afgerekend. Twee keer €2,98. En de shirtjes waren dat ook. Die waren ook €2,98. Dus hopelijk kan het ventje even vooruit. Nu hebben we ons dus al wat voor de verjaardagen, voor kantoor, voor Logan, voor Brooke. Mag borden natuurlijk niet ontbreken. Dental sticks. Hij krijgt deze eigenlijk altijd alleen als hij de bench of zijn hok in de schuur ingaat. Dan mag hij met een stick wordt hij min of meer gelokt of als beloning krijgt hij dat. Hij heeft ze echt nog wel heel veel liggen, maar ze zijn 99 cent per stuk. Er zitten er 7 in. 7. Daar kan Boris denk ik 2 dagen mee doen. 3 dagen mee doen. Afhankelijk van wat onze plannen zijn die dag. Dus dental sticks. Ook ik mag natuurlijk niet ontbreken, of eigenlijk is het ook voor de kinderen. De Inecto Pure Coconut. Oh, shoeps, ik heb de shampoo meegenomen. Dat is jammer. Ik moest eigenlijk de conditioner meenemen, maar deze was 1,89. Ik gebruik de conditioner altijd voor mijn haarverzorging. Dat past bij de Curly Girl Method. En ik gebruik het ook voor de haren van de kinderen. Misschien dat hun wel hun haar niet mee kunnen wassen. Is dit ook gewoon... Dit is met sodium, dat mag officieel niet. Nou ja, vinden we vast wel een bestemming voor iemand die dat heel graag wil. Hij was maar, wat zei ik, 1,89.
Gelukkig heb ik nog genoeg conditioner staan. Dan nog zoiets dat als je er langs bent, je denkt, nou, neem ik mee. Vochtige huishouddoekjes. Weet je zich, ik gebruik ze bijvoorbeeld in de auto of over de tafel. Of, nou ja, als je even snel even wat afdoen. Bijvoorbeeld, wat ik hier ook heel veel mee doe, is de wc. Als ik even de wc tussendoortje wil doen, deze was 99 cent. Precies waarvan ik denk, altijd handig om mijn voorraad te houden. Nou, denk ik ook echt dat ik deze wel nodig had. Maar het stond niet echt op mijn lijst, omdat ik niet echt specifiek al een bestelling voor heb. Maar ik weet wel dat ik de laatste heb gepakt en dat er één kaars beneden, die doet niet meer zo goed aan. Dus dan zijn van die batterijenkaarsen die je met een afstandsbediening aan kan zetten. Ik weet dat eentje ervan al bijna leeg is. Dus dit is handig om op voorraad te hebben. En deze was 3,49. En dan last but not least, Monsters. Dit vind ik echt, zeker die witte, die vind ik super super lekker. Dit is ook wel een fatsoenlijk formaatje, namelijk 355 ml. En als je bij een tankstation moet kopen, zijn ze en een stuk duurder. En zijn ze gelijk, ik geloof een halve liter of zo. En in die van een halve liter zitten 4 sterke espresso kopjes. Er zit 30 milligram cafeïne in 100 gram. Dit is 355, betekent dat er 90, zeg maar goede 100, 105 gram cafeïne in zit. In een Kazaar Nespresso zitten 40. Dus gewoon 3 kopjes koffie. En ik heb 2 kopjes. Ook hier ga ik niet meer gooien, want deze ga ik gewoon gebruiken op een dag dat ik het zwaar heb. A.k.a. Everyday of My Life. Maar als het extra zwaar is, ga ik deze drinken. Ga ik niet meer gooien. En toen was mijn tas leeg en heb ik jullie alles laten zien. Het totaal is €61,42. De complete schade, wat ik eigenlijk wel mee vind vallen. Aangezien alles wat ik heb laten zien, ik denk, ga ik ook echt wel gebruiken of komt het wel van pas? Laat even in de comments achter weten wat jij altijd bij de Action haalt. Waarvoor jij speciaal naar de Action toe gaat. Vergeet dus hier geen duimpje omhoog te geven. En wil je meer video's zien, zet ik de boodschappenshopvlogjes hier. De weekvlogjes hieronder. En mijn abonneerknop hieronder. Want als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan vooral. Want abonneren is gratis. En dan zie ik jullie daar.